Hi allemaal, in deze video gaan we allemaal beautyproducten van de Primark testen. Laatst vroegen we aan jullie in onze Primark shoplog of jullie dat leuk zouden vinden om te zien. En jullie zeiden allemaal volmondig ja, dus we zijn weer terug naar de Primark gegaan. En hebben echt voor €60 aan beautyproducten gehaald. In deze video laten we jullie een nieuwe collectie zien van Primark Beauty en dat is de PHR-lijn. En verder hebben we ook heel veel andere leuke producten die niet per se nieuw zijn. Maar wij waren in ieder geval heel erg benieuwd naar de kwaliteit van deze producten, hoe ze werken en wat wij ervan vinden. Dus ik hoop dat jullie ook deze producten nog niet kennen en we gaan het jullie allemaal laten zien in deze video. Nou, we beginnen met het testen van een aantal maskertjes en ik moet zeggen dat er echt heel wat lagen bij Primark. Ja, maar heel veel leuke soorten en we hebben er 4 gekozen. Dit is bijvoorbeeld de Holler and the Glow en dit is een sheet mask. En volgens mij heeft hij allemaal gouden glitters erop. Dus ja, dat lijkt ons echt heel cool. En we hebben ook de Holler and the Glow, een sheet mask, maar dan de Dream Snatcher. Oh, dit was Hollerback. Dit is Dream Snatcher met een galaxy print. Maar we hebben ook nog 2 andere uitgekozen. Ik weet het eigenlijk gewoon veel te veel, dus we moeten even een keuze gaan maken straks. En dat zijn de Holler and Glow Charge It Gold Reviving Peel Off Mask. En dat zit in een soort van gek cupje of zo. Dus dat vond ik wel heel erg leuk te uitzien. En het ziet eruit alsof hij metallic is. En dit is de Fruit Loop Moisturizing Fruit Jelly Face Mask. Ik ben heel erg benieuwd. Ze hadden van deze sheet mask sowieso heel veel soorten. Maar deze vonden we gewoon het meest tof te uitzien. Ja. Dus we zijn heel erg benieuwd of wat er op de verpakking staat ook echt zo is. Of het er ook zo uitziet, ja. Dus ik denk dat we sowieso 1 van de 2 sheet masks moeten gaan openen. Met glitters, denk ik. Ja, doe maar. Oeh, wauw. Ja. Wow, dat stelt zeker niet teleur, als ik even eerlijk mag het zijn. Het is heel erg nice. Oh, ruikt best wel lekker. Leuk. Heel erg leuk. Ja. Kijken of die ogen goed zitten, dat is toch vaak wat lastig is. Zullen we gewoon even deze ook even openmaken? Ja, want ik weet zeker dat jullie benieuwd zijn. Maar dan bewaren we hem gewoon wel even in een, hoe noem je dat, zo'n ziplock. Zodat hij nog wel, zodat we een andere keer kunnen gebruiken. Dan kan ik 1 van die andere 2 doen. Maar ik denk dat jullie net zo benieuwd zijn naar deze als wij. Yes, wow. Nice. Zoals op het printje, alleen geen glittersterren of zo. Dat vind ik hij is iets meer geprint en iets minder gedetailleerd als degene die Tara nu op heeft. Deze maskers zijn trouwens €4 per stuk. Is niet super goed. Dat is niet heel erg goed koop. Te denken. Nee. Hey, maar wat vind jij? De ananas of een beetje de goldie? Ik neig eigenlijk een beetje naar deze, omdat dit een peel-off mask is. Oeh, het voelt echt super lekker aan. Best wel dik. Wauw, er zit echt veel in. Ik heb eigenlijk bijna al mijn hele gezicht gedaan. En ik zou zeggen dat echt nog meer dan de helft erin zit. Dus deze zou je misschien nog kunnen delen met iemand anders. Nou, hij zit er nu op. En ik moet zeggen, hij is veel minder goldie dan ik dacht. Ik hoopte echt dat je echt een metallic gezicht zou hebben zoals ik dat nu heb. Ja. Maar dat valt wel heel erg mee. Het is een kleine shimmer. Kijk, ik zie nu vooral een glans. Je hebt echt zo'n goldie monster. Nou ja, dit kunnen we gewoon nog eventjes erop laten. Ja. En dan, ik moet trouwens helemaal wachten tot het is opgedroogd natuurlijk. Ja, dus we gaan heel veel wachten tot het masker van Larissa opdroogt. En dan zijn we straks weer terug. Nou, het maskertje heb ik inmiddels weer eraf gehaald. En ik moet zeggen, hij was echt heel erg nat nog eronder. En dat hoort ook wel een beetje. Je moet het dan inmasseren. Voor mij was het net iets te nattig, waardoor ik uiteindelijk een beetje eraf heb gedept. En ik dacht net van, oh, hij is wel plakkerig, maar inmiddels is hij ingetrokken. Dus het voelt eigenlijk wel gewoon lekker zacht. Voelt super zacht. Very nice. Ja, zoals jullie in mijn gezicht kunnen zien, hij staat een beetje strak en ik glim echt super erg. En dat is omdat hij er nog op zit. Ja. Dus ik wil hem eraf gaan trekken, want dat wordt nu een beetje irritant. Ja, gaat best wel makkelijk, hè? Best wel goed eraf, ja. Hè? Ik wil niet in 1 keer, maar... Wauw. Reborn! Ja. Nee, grapje. Maar het voelt wel lekker. Lekker. Nou, eindoordeel over deze maskers. Ik moet zeggen dat we een klein beetje verrast waren over de €4 prijs. Ja. Maar ik vond het wel echt super leuk om te doen. En ik vond het heel erg leuk dat er ook heel veel keuze is. Ja, en het zijn wel echt fijne maskertjes. Dus wat mij betreft wel een toppetje. Bij Primark hebben ze een nieuwe lijn en dat is de PHR-lijn. Perform, Hydrate and Recover. En dit is dus een lijn die is gespecialiseerd op sporten. Ik denk dat iedereen wel weet, tijdens het sporten wil je niet per se heel veel make-up opdoen. Of misschien helemaal niet, maar als je het dan, je wilt er wel een beetje cute uitzien. Ja, of bijvoorbeeld als je na het sporten gelijk door naar je werk gaat of je gaat uit je werk gelijk sporten, ja, dan heb je wel make-up op. We hebben hier een heel leuk pakketje met een waterproof mascara, blotting paper, een lipbalm en een recovery primer. En deze kost €8. En we beginnen dus met deze primer. Het ruikt een beetje fris. Een beetje naar citrus. Weet je waar die naar ruikt? Fanta Lemon. Oh ja. Ja. Hij smeert best wel goed uit. Want ik heb echt veel gebruikt. Maar het gaat gewoon even naar mijn nek. En hij trekt best wel oké in. En ze noemen het een cooling recovery gel. Voel wel eerlijk gezegd ook een beetje dat cooling. Heel lichtjes. Heb je het ook? Ja, een beetje fris wel. Licht fris. Ja.
Maar niet zeg maar te erg alsof je mentel op je gezicht hebt of zo. Nee, zeker niet. Deze keer hebben we geen foundations meegenomen, omdat we die in een paar video's geleden al een keer hebben geprobeerd. Dus we willen die eventjes in het i'tje linken. Dus daarom gebruiken we in deze video gewoon onze eigen foundations. Nou, we hebben hier het volgende product die we gaan testen. Die zit niet in het pakketje die we net opnoemden, maar het is wel even een stap die we eerst willen doen. En dat is de concealer. En ik ben heel erg geïnteresseerd in concealers. Ik gebruik het echt altijd. En wij hebben de kleur Sand uitgekozen. Ja, er waren nog twee andere kleuren uit mijn hoofd. Dus er zijn niet echt veel. Niet zoveel, nee. Welke waren over? Nog lichter en donkerder? Ja, je had Ivory en je had Porcelain. Oké, dus dit is de donkerste. Volgens mij wel. Ik durf niet 100% zeker te zeggen. Misschien heb ik niet alles goed gezien. Oké, hij ziet er toch al een beetje donker uit. Hij ziet er heel erg donker uit. Maar het is ook nog eens een stick. Dus dat vind ik altijd heel spannend. Want die gaan heel snel creasen in mijn lijntjes onder mijn ogen. En deze kost dus 3 euro. Oh. Hij is inderdaad te donker, zie ik al. Maar kijk, hier zie je dat het te donker is. Oh, daaronder? Wauw, daar is hij heel donker. Nou, hij voelt wel creamy aan. Ik heb volgens mij wel al heel veel gebruikt. Ondertussen ga ik hem ook even aanbrengen. Want ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ben wel iets donkerder dan Larissa. Dus ik denk dat de kleur wel goed kan zijn. Ik weet niet, qua coverage had ik toch iets meer gehoopt, want ik zie eigenlijk nog steeds echt die plekjes er doorheen komen. Maar onder mijn ogen heeft het wel iets geholpen, maar ik ben eerlijk gezegd niet onder de indruk. Ja, en weet je wat het is met die sticks? Ik heb altijd zoiets van, het is zo plakkerig. Ja, maar wat vind je van de dekking? De dekking is niet goed genoeg. Nee, vind ik ook. En hij, zoals ik net al zei, hij plakt dus zo erg, dus ik krijg hem niet goed geblend in mijn foundation. Ik heb het idee dat hij gewoon blijft zitten. Ja, sorry, ik zou echt een dikke nee voor deze concealer. Niet goed genoeg. Nee. Helaas. We hebben hier de PHR Perform Hydrating Cover Sweat Resistant Face Powder. Ja, Tara is natuurlijk helemaal fan van poeders en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Deze kost 3,50 euro. En het is een witte poeder, maar hij zou translucent moeten zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit een beetje fijn afpoedert. En eerlijk gezegd ben ik een klein beetje sceptisch over het hele sweat resistant gedeelte. Hij ziet er mooi uit. Ik zie hem niet super erg zitten of zo, heb ik het gevoel. Volgens mij is dit wel een hele fijne poeder. En hij is sowieso super budgetproof. Ja, hij is best wel fijntjes, hè? Dit is wel een goeie tot nu toe. Maar we zijn wel heel erg benieuwd of die echt werkt. Larissa en ik gaan straks nog naar de sportschool. En dan laten we straks wel eventjes weten of die sweat resistant is. Gaan we door met de rest van ons gezicht en ik heb hier de PS 3-in-1 Brow Precision Pencil en Powder in de kleur Tobacco. Dit was de meest coole kleur, vond ik zelf, en ook wel gelijk de meest donkere kleur. En wat wel heel grappig is dat er deze dus uit een spoelie bestaat, uit een poeder. Die kan je gebruiken om je wenkbrauwen mee in te vullen. En we hebben hier een potlood aan deze kant, een draaibare. Dus dat vind ik wel heel erg mooi eruit zien. Ja, die lijkt mij heel erg interessant. En deze lijkt ons ook heel erg interessant. Dit is een eyeshadow palette en hij heeft allemaal hele mooie kleurtjes. Wel allemaal shimmer, of niet? Allemaal, behalve eentje, nee, twee. Oh nee, het zijn 3 matte kleuren trouwens. Oh, ja. We gaan beginnen met het zwartje. Dit is de eerste kleur, dat is een beetje de lichte, mattere kleur. Is heel mooi als basis. Oeh. Dit ziet er heel erg mooi uit. Niet super gepigmenteerd, maar ja, wel redelijk. Dan hebben we hier een beetje de terracotta kleur. Als ik het goed verwoord, of een roestkleur, kan je het ook noemen. Dit is ook weer de matte kleur. Deze is weer meer wat lila. Oh, die dekt veel beter dan die andere. En dit is meer, ik weet niet eens wat ik dit moet noemen, champagne kleur. Hij dekt niet heel erg goed. Moet je kijken op mijn vinger. Oh ja, wow, wat een verschil. Oké, dat is echt goud. Maar deze is ook goud, maar die zal wel net iets lichter zijn. Want die lijkt heel erg erop, hè? Het is bijna dezelfde kleur. Ja. Oké, deze is een stuk beter. Mooi, ja. Oh. Ik had verwacht dat daar het pigment heel goed van zou zijn, maar dat valt dus echt wel mee. De prijs van dit palet is 5,50 euro. Nu moet ik zeggen dat we van de swatches nog niet heel erg onder de indruk zijn, behalve van 2 kleurtjes. Dus ik ga er zeker nog een look mee proberen te creëren en dan kunnen we zeggen wat we er echt van vinden. En ik ga ondertussen aan de slag met mijn wenkbrauwen dus. Ik ga ze eerst eventjes doorkammen. Het ziet er goed uit. Hij heeft best wel veel pigment. Ik ben echt heel lichtjes maar aan het tekenen en er komt echt al heel veel vanaf. En hij is een beetje wat zachter als ik had verwacht. Meestal heb je wenkbrauwproducten die best wel hard zijn. En deze is niet heel hard. Terwijl er is haar wenkbrauw aan het doen, dus ben ik mijn oogschaduw aan het doen. Ik ga nu even het poeder gebruiken. Ik weet het niet. Het wil gewoon niet. Het is wel vlekkerig. Ja, het is vlekkerig omdat het steeds bepaalde plekjes maar pakt. Nou, ik zal heel eventjes de oogschaduw van dichtbij laten zien.
En ik ben dus een beetje gaan voor een bronzen look. Het is niet een fantastische look, dat geef ik toe. En er zit nog geen eyeliner op, dus dat helpt ook heel erg. En mijn wenkbrauwen. Ah, ik weet niet, was het te creamy, te nat? En ik ben een beetje gegaan voor iets lichtere kleuren. Maar als ik nu zo kijk, is het ook nog best wel donker. Best wel oranje en donker. En mijn wenkbrauwen, ik vind het niet vreselijk, maar ik ben er ook niet een fan van. Omdat die ook net iets te donker en iets te in your face nu zijn. Het 3-in-1 brow pencil. Ik moet zeggen dat we er allebei niet zo heel erg fan van zijn. Het is gewoon net iets te creamy. Ja. Net iets te gepigmenteerd bijna eigenlijk. Wat eigenlijk best wel ook gek is eigenlijk om te zeggen. En de kleur valt toch wel ietsje donkerder uit dan je misschien zou zeggen wanneer je dit product zeg maar ziet. Hij is 3 euro, dus hij is natuurlijk wel redelijk budgetproof. En je krijgt er dus echt 3 stappen voor. De spoelie, het potlood en de poeder. Ja, maar ik denk niet dat je er lang mee doet, omdat hij dus zo creamy is. En het oogschaduwpalet, ik ga er niet heel erg over te spreken. Het zag er echt veelbelovend uit. Maar uiteindelijk vinden we maar 2 tot 3 kleurtjes echt die het heel goed doen of die heel goed dekken. Het lijkt heel veelzijdig, maar het valt mee. Helaas mee. Het volgende product dat we gaan testen is een waterproof eyeliner van de PH Airline. En ik ben heel erg benieuwd of het een kwastje is of een stiftje. Oeh, en het is een stiftje. Dus dat vind ik al super fijn. En ik ga hem eerst eventjes swatchen voordat we hem gaan aanbrengen. Komt ie. Oeh, wauw. Dat ziet er echt heel goed uit. Dat super is zwart. Ja. Hele mooie dekking. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al een hele tijd niet zo'n liquid eyeliner heb gebruikt. Maar eigenlijk alleen van die echte stiften. Die pennen. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit is. Want het is toch altijd wat natter? Wat lastiger? Oh, hij ziet er echt mooi zwart uit. En het puntje voelt heel erg stevig en slank. Ja, die gaat nergens heen. Ja? Wauw. Die gaat echt nergens heen. Ik kan heel erg gelukkig worden van een super goede waterproof eyeliner. Oh, ik voel inderdaad dat het puntje wat steviger is. Ik geef hem nu al een duimpje omhoog. Ja, ik heb 1 oog gedaan en ik ben inderdaad heel erg onder de indruk. Hij is echt helemaal zwart. Jullie hebben het al gehoord. Echt een hele, hele goede eyeliner dit. Gaan we door naar mascara. En hebben we 2 soorten voor. Tara heeft hier deze waterproof mascara in de hand. Die komt uit de PHR collectie. En dan hebben we hier ook nog de Lash Contour 3D Curl Lengthening Mega Volume. En die had wel een heel erg mooi borsteltje, vonden wij. Ik ben ook heel erg benieuwd of deze heel erg goed is. Dan ga ik weer testen. Oeh, hey. Ja, ik hoor bij jou een oeh, hey. Bij mij denk ik oeh, nee. Er gebeurt helemaal niks. Het wordt wel zwart. Ja, het wordt zwart, maar weet je wat mij nu echt al meteen opvalt aan deze mascara? Omdat het, hoe moet ik het noemen, dit zo flexibel is, doet het niet heel erg pijn als je iets te hard tegen je wimperrand aangaat. Ja. Dus soms heb je toch iets van, ben je te enthousiast, maar omdat hij zo erg mee wipt. Oh, ziet er heel goed uit. Ik ben er echt over te spreken. Doe nog even de onderkant. Nou, ik heb op dit oog de mascara zitten en op deze niet. En zoals je misschien een klein beetje kunt zien, is er niet heel erg veel gebeurd. Dat geeft niet echt volume. Maakt het wel zwarter. Maakt het niet langer. Ben er nog niet heel erg over te spreken. Deze mascara daarentegen vinden we allebei wel echt heel erg mooi, toch? Ja, super mooi. Je kan echt duidelijk zien dat dit dus het oog is met mascara. Ja, ik vind echt dat ze helemaal mooi omhoog staan. Goed gesepareerd. Maar wel wat volume, zeg maar. Nou, over de Lash Contour zijn we eigenlijk allebei wel echt heel erg te spreken. En de prijs hiervan was ook heel erg netjes. Namelijk maar 3 euro. Zijn we nu aangekomen bij een van onze favoriete onderdelen. De highlighters. En we hebben 2 hele verschillende producten uitgekozen. Namelijk de Highlighter Cream. Die wilden we heel erg graag testen. En we hebben hier het Pure Glow Highlighting Palette. Met 4 kleurtjes in totaal. En we zijn gewoon heel erg benieuwd hoe dat is. Het palet die kost 7 euro. En de cream die kost 3 euro. We beginnen even met het swatchen van de 4 kleuren. En ze hebben trouwens ook verschillende namen. Die net in het oogschaduwpalet hadden geen namen. Maar deze wel. Dus hierboven hebben we Desert, Glimmer, Eden en Firefly. Oh. En Desert ziet er heel licht uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oeh, die is wel heel wit. Voor onze huiskleur niet echt een match. Oh, hij heeft wel gouden shimmer. Als je heel goed kijkt, zie je een soort van gouden glans. Maar echt, moet je heel goed kijken. En dan ga ik nu Glimmer erbij pakken. Die is wat meer Oeh. Oh, die is heel mooi. Heel mooi, hè? Zie je dat eruit? Ja. Deze is wat roze. Dit is Eden. Oh. Oeh, waar is die nou gebleven? Nogal subtiel, ja. Firefly. Wow. Wow, die zie je wel heel erg goed. Dan is dit de Strobing Highlighter Cream. Oeh, dat ziet er heel mooi uit. Ik heb wel heel veel opgesmeerd, maar dat ziet er wel heel erg mooi uit.
Een beetje warm ook van kleur, daar hou ik wel heel erg van. Ik ga eerst eventjes de Strobing Highlighter Cream aanbrengen. Dit is trouwens in de kleur Champagne. En uit mijn hoofd had je 3 verschillende kleuren. Maar dit was volgens mij de middelste kleur die ik wel erg mooi vond. Oeh, ik zie het wel hoor. Als je het zo doet, dan zie je het. Ja, zo wel. Je moet de juiste hoek nemen. Oké, ik ga voor de Glimmer Highlighter. Oeh. Wow. Deze vind ik heel erg mooi. En wat ik ook net zag in de spiegel is dat hij wel heel erg opvalt, zeg maar zo op camera. Maar ook wel heel erg blend met mijn foundation. Dus hij ziet er ook wel weer heel natuurlijk uit. Ga ik nu nog heel eventjes de kleur Eden proberen op mijn wang. Om te kijken of die een beetje peachy wordt. Want daar ben ik gewoon een beetje benieuwd naar. Het is best wel cool eigenlijk. Ja. Echt iets te cool voor jou. Terwijl het eigenlijk een beetje een roze kleur is. Ik ga er heel eventjes nu nog met Firefly overheen. Die is echt wat veel donkerder goud. Heel heftig, hè? Ik vind, denk ik, als we moeten kiezen, de Glimmer het allermooist. Maar deze is zeker wel mooi ook. Ons eindoordeel over de highlighters. Ik moet zeggen dat ik ze allebei echt best wel oké vond. Best wel goed. Het is maar net wat je wil. Wil je een vloeibare highlighter of wil je een poeder highlighter? Ik hou zelf vaak meer van poeders. Dus daarom prefereer ik deze. En je kan er ook wat meer mee, omdat er 4 verschillende kleurtjes in zitten. Maar hij is natuurlijk wel eens duurder. Ja, en deze strobing die vind ik ook zeker niet verkeerd. Hij blendt heel erg mooi uit. Hij wordt ook niet meteen zeg maar, heel snel droog, waardoor hij vlekkerig is. Ja. En ik vind wel dat het effect op de huid ook heel erg heel mooi is. Heel mooi, heel natuurlijk. En volgens mij zit hier echt zoveel product in, waardoor je hier heel erg lang mee gaat doen. En dat voor 3 euro vind ik wel echt heel erg netjes. Hele goede prijs. Dan zijn we nu aangekomen bij de lipproducten. Deze zat in het setje van de PHR lijn. En het is een lipbalm. En dan hebben we hier PS Instagirl Intense Liquid Lipstick Full Color Satin Finish met vitamine E. Even kijken, deze hebben we in de kleur It Girl en je had er echt meerdere soorten. Je had wat donkere kleuren, maar je had ook wat lichtere nude kleuren. Maar we zijn gewoon een beetje voor safe gegaan en het is een beetje een soort van roosachtige roze kleur, om het zo maar te noemen. Ja, en hij kost maar 3 euro, dus ik ben heel erg benieuwd of die heel erg mooi is. Voordat we gaan beginnen, gaan we deze lipstick eerst eventjes swatchen. Oeh, wauw. Dat is heel goed. Ja, dit ziet er heel goed uit. Hij brengt heel creamy aan, hij is heel dun, maar ik zie al wel dat het op mijn tanden zit. Het is gewoon een doorzichtige lipbalm. Ik wil daar niet veel over zeggen, behalve dat hij gewoon lekker aanvoelt. Eigenlijk heeft hij een beetje een lichte tinteling of zo. Beetje fris weer. Het pigment van deze is echt super goed. En wat ik heel fijn vind is dat hij heel dun aanvoelt. Hij voelt echt gewoon alsof je niks op je lippen hebt. Nee, en hij plakt ook niet zo. Maar ik moet zeggen dat mijn eerste indruk hier echt wel goed van is. Hij plakt inmiddels niet meer op mijn tanden. Dus dat is echt super fijn. En als ik echt van dichtbij kijk, ziet het er heel erg mooi uit. Weet je wel, niet crinkly of allemaal van die vlekken, zeg maar. En hij werkt wel heel mooi. Dat puntje van de applicator is best wel wat harder. Waardoor je heel mooi zeg maar, die lijntjes kan doen. Eventueel kan je dus ook een beetje overlinen. Dit vinden we echt een topper. Hij voelt gewoon lekker aan op de lip. Brengt makkelijk aan. Het is heel dun, dus je bent er ook heel zuinig mee. Ja. Kleur is fijn, dekking is goed. En kost maar 3 euro. Ik ben heel erg benieuwd naar het volgende product. En dit is de Cooling Setting Spray van de PHR-lijn. En zoals jullie weten gebruik ik altijd een make-up setting spray. Want het maakt gewoon, of het zorgt gewoon ervoor dat je make-up look er veel natuurlijker uitziet. En dat hij ook langer blijft zitten. En deze is dus ook nog eens cooling. Dus dat is zeker, dat is misschien wel ook wel heel erg chill straks in de zomerdagen. En qua verpakking, even serieus, is het gewoon precies zoals Urban Decay. Deze is 5 euro. 5 euro! Dat is echt niks. Dat is echt heel weinig. Ik ben echt heel erg benieuwd of dit een beetje werkt. Of ze plakt en dat soort dingen. Of die fijn spreekt, of die een beetje fijn is. Of dat je echt een straal krijgt. Oké. Ruikt echt naar Fanta Lemon. Wow, ja, deze lijn heeft wel echt van elk product heeft dezelfde beetje citrusachtige geur. Ik kan het verkoelende effect al een klein beetje voelen. En dan niet omdat het nat is, maar wel, ik weet niet. En het geurtje vind ik ook best wel aangenaam. Het is best wel fris, maar niet zo van wow, ik heb menthol op mijn gezicht. Maar gewoon weer diezelfde frisheid, wat chill. Ja. Nou, ik vond de spray op zich ook nog wel oké, toch? Niet van die hele dikke vette druppels. Ik heb ook niet het idee dat mijn gezicht nu super glanzend is. Want bij sommige sprays kan je heel erg gaan glanzen. En dit is gewoon, oké, ik glans al heel erg van de highlighters. Maar ja, tot nu toe, het plakt ook niet. Dan is het nu eigenlijk een kwestie van afwachten en kijken of hij wel echt doet wat hij belooft.
Zo, dat was een hele lange zit, want we hebben heel veel leuke producten uitgeprobeerd. En ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden om te zien. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om alles te proberen. Want ik was ook wel heel erg nieuwsgierig zelf, want je ziet zoveel staan. En dan vraag je je toch wel echt af, is het goed, is het niet goed? En nu hebben jullie een klein beetje meer een idee. Mocht je ook Primark Beauty producten thuis hebben, laat eens eventjes weten welke jij hebt. En welke misschien moet proberen die we vandaag zijn vergeten te testen bijvoorbeeld. Dus laat even weten in de comments wat jouw Primark Beauty tips zijn. Ja, daar zijn we heel erg benieuwd naar. En nogmaals, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Geef hem zeker even een duimpje als je hem leuk vond. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.